Weer het hij weggegaan. Zo dikwijls voor je. Maar hier die keer voel ik, zal er geen blije weerziens wezen. Tiberpoel. Al wat er van mij oorblij is herinneringen. Herinneringen in mijn dagboek. Ja. Zelfs voordat er een verstandhouding tussen ons was, word jij genoemd. Een onbetuilde, onverschrokken jongman. Een ongetemde land. Hoe ik in mijn dagboek geschreven werd van nog Maria's man wat zijn duim verloor had in een geweerongeluk. Daar die lompzware geweer. Jij was altijd hardkoppig. Altijd zo vastberaden. Maar je was een man, Paul. En die land van een man. Ik kan onthouden hoe ik met jou gevoel heb. Toen ik gehoord had van Maria's ziekte. Ik kon mij indenken in die verdriet wat je moest doorgemaakt hebben. Toen je daar bij haar bed geknield hebt. Samen met jou had ik gedeeld in die smartelijke weten. Dat er geen hoop op herstel was voor je jeugdige vrouwtje. Jij, wat met jouw diepe inzicht beseffen dat. Terwijl jij vader zou worden. Die hier jouw beide vrouw en kind zou ontnemen. Ik kon die bitterheid en opstand begrijpen wat jouw ziel en lichaam geschud heeft. Bij het besef van jouw hulpeloosheid daar. Daar is schemer donker kamer. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. Ja, Paul. Nou verstaan ik het nog. Maar die 3 dagen en nachten op die koppie was een hoorbeplanning, Paul. Want daar, al heb je zoveel verloren, heb je veel gevat. Jouw geloof. Gij hebt genomen. Toen vraagde ik waarom. Waarom? Maar nu, o God, nu begrijp ik, want gij hebt mij genaamd. Het was een groot en belangrijke oomblik, Paul, toen je daar besef hebt dat God jou niet verlaten heeft. Belangrijk voor jou en voor ons dierbare land. Ik heb van jou doen en laten gehoord, als je op commando gegaan hebt. Of aangesluit bij jouw vrienden en hun jachtuitstapjes. Jouw ongeluk en jouw vaardigheid met die geweer niet gestremd. Jij was maar nog gekend als een baie knapskut. En je hebt opgang begin maken als een belovende jong leier. Jij hebt geweerd hoe om mans te hanteren, Paul. Jij die geduld daartoe gehad. Zelfs een uitbarsting van woede kon jij nog verdraagzaam en geduldig wees. Dit was die geheim van jouw kracht. Andries Petouris was al reeds bij je gehecht aan zijn jong velkornet.
Jij was maar altijd de trouwe Pretoriusman, maar genie Paul. Ik onthou nog hoe ons een dag ontmoet het. Dit was tijdens een van jouw jachtuitstappies. Jij het weggedraaid van jouw vrienden af en aan mij te oor gereed door die spruit. 52 jaar geleden. Dat lijkt me zo lang terug. Ik onthou hoe ik schielijk schaam gevoel het bij jou. Schaam en toch gelukkig. En hoe ik niet woorden kon vinden om jou te antwoorden toen je mijn vrouw om jouw vrouw te worden. Onthou je ons trouwdag? En die ruikertje wat je mij gegeven. Ik zal dat altijd waar. Fijn, blauw, klein, vergeet mij niet. Die broer. Alsof ik ooit zal kan vergeten. Die ruikertje zal blij. Als herinneren. Aan ons eerste dag en rusten. Boekenhout fontein, waar ons eersteling geboren was. Gelukkige dag. Al heeft het ook soms gelijk of ik altijd net die nieuwe commandant terug verwelkom, of om tot ziens toeroep als hij wegrijdt om zijn veelvuldige plichten na te doen. Ja, het behoort nu al gewoon te wezen om gescheiden te wezen van jou. Ons huwelijk was net één lang rij van kom en ga. Maar hoe kan ik? Ik heb er wel eens trots gevoel op jou, Paul. Trots als jij zo van mij af wegrijdt. Ik was baie trots daar die dag toen je gaan aansluiten bij jouw commandant-generaal op weg naar Santreville. Ik heb baie trots gevoel. Mijn commandant, die geleendheid zou hij om te helpen met het plan wat ons zo bij wordt gepraat. Die ontmoeting en onderhandeling met die Engelsen was een wonderlijke gedachte, Paul. En Andries Pretorius was net die man met die nodige durf om de deur te voeren. Hij heeft geweten dat Hendrik Potgieter een ander om moeilijkheid zou geven als jullie zo mislukken jullie poging om voor ons vrede te verkrijgen. Vrede, moord van die vrouw. Vrede, blijvende vrede. Wat de kinders was ons toch nog. Hoe men het ons geweet. Is het niet snaaks dat daar zo bitter gelei, zo bloedig gevecht moest worden van daar jouw klein woordje wat zo bij betekent. Vrede. Maar die Santreville-conventie was die beste uitweg destijds. Die enigste. Door jou kan ik er mij herinneren, na al die jaren, nog die stem van die Engelse majoor over. Wat een genot moest jij en Andries niet gedeeld hebben, bij die aanhoor van daar die waardevolle woorden. Hulle zelf te regeren, volgens hulle eigen wetten, zonder een. En toen jullie jullie namen tekenen. En jullie gewonnen wat Hendrik Potgieter zou zeggen. En majoor Hoek. Wat het in zijn gedachten is omgegaan. Had hij een voorgevoel gehad van die moeilijkheden wat zo groot zou vallen. Wie zou ooit kon denken dat Andries en Hendrik zo groot te sterven zou komen. Wie zou ooit kon voorspellen dat Martinus, Andries' zoon. Zoveel moeilijkheden moest trotseer toen hij als president moest optreden. Als zijn vader toch maar net een beetje langer geleefd. Ik kan al die jaren jou dit nog duidelijk hoorzeggen. Die gerede kabel van Stefanus Schoeman. Die ruzies onder ons eigen mensen. Die gekonkel met die boeren van Oranje Rivierkolonie. Al hier die wedervaringen. Het jou die geleendheid gebied om jouw innerlijke kracht te bewijzen. Geen wonder dan ook dat nadat je door jouw diplomatieke optreden een burgeroorlog voorkomt en na die flater wat Martinus Pretorius gemaakt heeft met die uitnodiging van Moses naar Bloemfontein, wat om Moses die geleendheid gegeven om te roven te plunderen op die Oranje Rivier grens. Geen wonder dat jouw aanbod om naar Besoeteland af te reizen toe zo geredelijk aangenaam is niet. Paul Kruger
die man van daden. Het geword Paul Kreuer, die man van woorden en door tas te beredeneren. Je had altijd een gegloom om zaken uit te praten, Paul. En je was recht. Ik onthou ook in mijn gebieden gevraagd dat hier die onderhoud van jou met proces met succes bekroond moest worden. Ik wou er zo graag zien dat jij moest bereiken wat jij zo verlangt om voor ons mensen te verkrijgen. Ik kan vandaag nog delen die geluk wat jij moest gevoelen toen je daar die slinkse opbergbewoner kon bewegen om die overeenkomst te tekenen. Die belofte dat hij voortaan zijn duim op zijn impie zou houden en ons vrienden zuid van die vaal in rust en vrede zou laten. Jouw onderhandeling met die naturel was nog altijd billig en eerlijk, Paul. Hij had geleerd om jou te vertrouwen en staat te maken op jouw woord. Oh, het is dan ook niet snaaks dat hij jou oproef als bewijs van zijn bewondering die jong diplomaat een wit paard present gegeven. Jullie bern poeien haal. Ik hoop dat zal het blijvende teken van vrede tussen ons mensen wees. Hoe anders kon het geweest het, als ons eigen mensen ook maar net zo geredelijk wou samenstemmen. Maar daar was beide dingen wat ons tegenwerkt, Paul. Beide dingen wat jou tegenwerkt. Martinus was niet een sterk man, nie. Of niet sterk genoeg, nie. Als een mens nou zo terugkijkt, is het zo makkelijk om zijn dwalingen uit te wijzen. Ik heb jou altijd voor jou getrouwheid en onbewonder. Loyaliteit was een van jouw kenmerken wat jou gemaakt het wat je is. Maar dit was niet genoeg om die positie te redden wat door Martinus' fouten geschept was. Nie. Zelfs mijn commandant, wat nou commandant-generaal was, had zijn handen vol gehad. Alla wereld, Paul. Ja? Hier is Sokkie, kijk net. Sokkie is gemaakt om te dragen. Ja, maar niet om zo'n flinters te dragen. Die commandant-generaal heeft niet tijd om aan Sokkie te denken als hij mensen zo'n schoeman heeft om bezig te houden. Wanneer zal hier die hardkoppige strijd tussen ons eigen mensen toch ophouden, Paul? Als ons allemaal ter die besef dat een indracht ons kracht leidt en ons allemaal, zoals één man bij Martinus Pretorius staan, ons het om verkies en ons wordt getrouw wees. Ah, zo praat de commandant van die republiek. Hoe zei? Nee, niks. Zomaar net gedink. Daar kan maar net één president van die republiek wees. Ja, Paul. En ik voorspelde het. Eén dag. Ja? Nee, doe maar. Maar jij is recht, Paul. Ons volk moet eensgezind wees. Maar kijk hoe gaat het nou. 3 jaar van zinneloze twist. Zo noordeloos. En kijk wat het ons niet al gekost niet. Ons is bijna bankrot. Doe maar, Paul. Ons mensen zal één dag nog inzien dat ons ware heil in ons eigen handen en ons eigen aarde ligt. Ons hele en ons eigen aarde. Hoe waar was dit niet? Hoe waar is dit niet? Die ontdekking van diamanten en die omdoving van ons dierbare grond was voor ware teken. En ons was machteloos. Hoe anders kon dingen geweest zijn als Martinus Pretorius zaken beter hanteren? Hoe anders was jij niet ziek van bekommernis en teleurstelling voor ons volk en land teruggekomen uit plaats toe. Martinus kon niet alleen staan. Hij was niet sterk genoeg. Nie. En te veel was tegen hem gekant.
gezegd. Pretorius is niet meer in die volkse goede boeken niet. Hij is al moet plek maken voor een nieuwe president. Je weet zeker wie, hè? Ja, daar is gewisse dominee van Kaplan, Thomas Burger. Ah, die eenstouw vriend Thomas Burgers. Een spoor weg, meneer. Denk net daaraan. Ons zal ons eigen vervoerstelsel hebben en die weg open om handel en rijkdom naar ons land te kunnen brengen. Op die ogenblik, president, is de twijfelachtig of die toestand van ons katkist het zal toelaat om zelfs die bouw van een wapen naar die oosten aan te pakken, wat nog van een spoorrecht. Die geld kan gevind worden. En ik zal het vinden. In Europa. Zoals u mondelijk weet, president, is daarbij dringender dingen wat ons aandacht vraagt. Zoals u weet, kan ons in die noorden met zulke koenische stam moeilijkheid verwachten. En zoals u beslist ook weet, zitten die Engelsen en de ondersteuners in ons buurstaten met begierige oren naar onze loep. Rise, Sir Theophilus. It is the hope of my ministers that you will succeed in furthering the confederation of our African colonies. I shall do my duty, Your Majesty. I am sure you will, Sir Theophilus. We have the utmost confidence in your judgment. Now, my friend, the way is clear. But you must act quickly. Time is of the essence. With this, I shall sail on the next mail boat for Cape Town. The Transvaal is bankrupt. Incredible. We shall annex it, of course. Annex? But you can't do a thing like that, Theophilus. With this from Her Majesty, and 25 Natal policemen to accompany me to Pretoria, I expect to do nothing less. An important document. This seems to suggest conciliation and cooperation, not aggression. Foreclosure is the word. We can't attack a friendly state. I shall display this commission. Few up there can read English. So I prepared this resume of the original. This is only a memorandum. It's not quite the same. It is what I consider the best solution to the problem. Annexation? Well? You can't annex a friendly republic by bluff, Theophilus. Besides, Lord Carnarvon will repudiate you. You're wrong. He won't. So that explains the knighthood. Sir Theophilus Shepstone. Knight Commander of St. Michael and St. George. Magnificent. You reckon with Burgers? And what about Paul Kruger? He's a force in the Transvaal. I shall act before Kruger gains his head. Haven't we committed enough mistakes already? Why embark on another? I mustn't keep my escort waiting. Dag, Januari. Dag, Bas. Alles nog recht hier? Nee, daarom is alles nog goed, Bas. Nee, om goed koud, hoor. Ja, Bas. Vadertje! Vadertje! Alle wereld, mijn vader is het leningen troot geworden. Hoe kom ik vader zo lang weggeblijven? Het vader bij je bokken geskiet? Maar net 14 dagen, jou lang hoor. Kom eens gegroet voor moeder.
Mooi, ja. Maar is dit recht? Ja, mijn schat is goed. Doe nu die ander. Kom binnen. Morgen, Sina. Goedemorgen, oom Hendrik. Morgen, Paul. Dag, Hendrik. Schandelijke nis. Morgen, Negie. Morgen, oom Hendrik. Dag, vriend. Breng een stoel mee. Dag, oom. Dank je, Ocean. Zit, oom Hendrik. Net betijds voor koffie en koek. Het lijkt voor mij, hier in nis, verspreiden ze veldbrand. Ja, wat er nis? Daar is een gevaarlijke slang in die gras in Pretoria. Hoezo? En hier die courant staan. Meneer Sapston, begeleid door 25 man van die Natalse politie, is een aantocht naar Pretoria. Ik weet. En wat nog? Ik heb gehoord. Daar gaan een gerag rond. Dat daar die meneer van plan is om die Transvaal Engels te maken. Dat waarachtig nooit. En wat nog? Ja, hier staan. Ons eigen mensen hebben die Engelsen bij volksrust, Staanderdrift en Heilberg onthaal. Meneer Zwart, ons staatssecretaris, meneer Sefton en zijn politie, tegemoet gegaan. En ons president, zijn koets. Dank je, Hendrik, dat is genoeg. Ik wil onmiddellijke verduidelijking daarvan hè. En van die president zelf. Oh, Paul, ik het schoon vergeet. Die president heeft voor jou een brief gestuurd. Laat ik zien. Mijn kind, ga kijken toch op die koffiewater kook. Goed, moeder. Wat gaan aan? Ik moet dadelijk Pretoria toe. Dat is bij je dringend. Die president vergeet hoe om te lezen. Maar Paul, ik moet toch tijd hebben voor iets in te pakken en recht te maken. Je kan toch niet zo rijden, niet? Nee, wat zie je nou niet voor jou daarover bekommen, niet? Maar je moet toch eerst iets eerder en andere kleren aantrekken. Je kan niet zo Pretoria toe gaan, niet? Sina, ik ga nissekes. Geef ik je mijn baai, Jan. En mijn hoed ook, alsjeblieft. Ik heb niet nodig om andere kleren aan te trekken om die president naar je schelm zwart te zijn wat ik van hem denk, niet. Januari, zal op mijn per. Pak Isa. Ja, was. Hendrik zei van mijn manschap al met leper en geweer en gereedheid ook. Onmiddellijk, commandant, generaal. Dat ik tenminste even een stukje padkoers inzet, Paul. Als ons meer mannen van zeestaal gaat, dan zou die republiek veilig geweest zijn. Knellende en moeilijke omstandigheden waarin de republiek verkeer, ach ik dit mij bijzondere plicht om voor te gaan met mijn gewone verantwoordelijkheden. Goeiedag, president. En met waakzaamheid, goeiedag, meneer Kleur. Nu, zoals ik gezegd, ik voel overtuigd dat ik die trouwe ondersteuning van elk een hier geniet. Kan die thesaurie die lasten dragen, president? U moet vertrouwen in uw president, hè, heren. Ons zal natuurlijk drastische maatregels betreffen. Drastische maatregels. En zelfs nieuwe bondgenootschappen. Wat gisteren nog ondenkbaar was. U bedoelt die meneer Shepston van Natal? Sir Theophilus Shepston is een baie belangrijke staatsman. En een redelijke man. Meer als redelijk, heren. Grootmoedig zelfs. Van wie verwacht je hulp in hier die crisis? Van die Engelsen natuurlijk. Wie anders? Die Engelsen. Die Engelsen natuurlijk. Dat is een jouw inslag. Liemendag inslag zoals Jonas hij niet weer iets mocht. Het is hoog tijd dat je beseft dat het die Engelsen is waar je me doppelt. En niet zo'n kunie of catch why only. Wat beveelt de commandant-generaal aan? Bied weerstand, je dwaas. Bied weerstand.
Wat betekent dit? Ik hou niet van meneer Sepston en zijn polismannen niet. Hier neer die bevel, president. En mijn commando zal meneer Sepston met man, paard, vlag en al voorzon onder die Transvaal uitboenen. Immeron Heusers, die officer is hier als een gezant op een vriendelijke diplomatische bezoek. Annexatie is geen vriendelijke zaak niet. Maar hoffelijkheid vereist... Naar die hoenders met hoffelijkheid. Alleen mannen moet zo ons onafhankelijkheid waarborgen. Een paar honderd drieën hier vanavond. Het gewapende Natalse politiekamp in ons hoofdstad opgeslaan. Wie willen die recht geven? Wie? Maar ons is bankrot. Ons kan niet eerst ons postkoetscontracten betalen. Dan zal die presidentse koets beter dienst gedoen het als postkoets. Als om die grootmoedige meneer Septon rond te krijgen. U gaat te ver. U heeft niet eerst die opdracht gelezen. Zo had u zelf aan mij gezegd. Ik heb die koning en zijn ziels gezien. En zijn Henry Baakley zijn brief van verduidelijking gelezen. Maar u heeft niet die opdracht gelezen. Ik zei weer, ons is bankrot. Probeer toch die positie inzien. Ik verstaan maar al te goed, meneer. Meneer? Jij praat met jouw verkozen president. Man, 40 jaar lang het ons volk gevecht om hier die republiek te grondvest. Mijl voor mijl, jaar na jaar van die Kaap tot aan die Magaliesbergen. En nou wil jij meneer, minder als 5 jaar nadat je Britse onderdaanschap afgezweerd om president van Transvaal te worden, dit waag. Om voor te stellen dat alles waarvoor ons gevecht moet prijsgegeven worden. Onze republiek. President. Noem het wat je wil. Ik noem het gemene verraad. Durf die commandant-generaal. President. Wel? Die Engelsen wees op die vlagpaal op terug. Schande. Gemene praat. Wacht net zo'n beetje. Je bad voor mij, jouw zwap, meneer Zwart. Zelf Joffelis heeft die postkoetscontract betaald. Dan heeft hij... Ja, hij heeft een groot som geld voorgeschiet. Wat? En contant. That's a rough and ready customer. Paul Kruger. The Commandant General. Undoubtedly. Hij kan nou enige ogenblik hier wezen. Ik weet. Well, good day, Mr. President. Ah, you have my letter, I see. Good afternoon, Sir Theophilus. I didn't know you paid the mail contract account. Nothing at all. A pleasure, Mr. President. You know Haggart and Morecambe, of course. Welcome, gentlemen. Well, Mr. President, now all the formalities are over, I presume you and I can complete the final details of the annexation. Ik onthoud nog hoe je plannen gemaakt hebt om ons vierkleur terug te krijgen. Hoe je te vergeefs Engeland toegegaan hebt. Ik heb gedeeld in jouw leiding en strijd van daar die moeilijke jaren. Jij hebt vice-president geworden. Maar die moeilijkheden het niet verminderd. Nie. Het is eerder gelijk alsof het meer en meer geworden is. En die onrust tussen ons mensen het ook toegenomen. Ta di ta 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 tom ta di ta 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 tom ta. Oh, ik kan het niet meer aanhoren. Twee bezoeken aan Engeland en twee bezoeken te vergeven. Maar meneer, die vicepresident. 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 Vicepresident van wat?
Zelfs die volksstemming waarin 92 uit elke 100 de Latijn Britse overheersing verklaren, was net zo vruchteloos. En in Londen houden ze doof. Die Britse ambtenaren hebben nu alle deuren gesloten, waardoor ik de Engelse parlement kon genaderen. Om met Engeland te praten, zou verder dus onmogelijk zijn. In die tegenwoordigheid van die almachtige God, die kenner van alle harten, en een biddende verwachting van zijn genadige hulp en ontferming, het ons, burgers van die Zuid-Afrikaanse Republiek, plechtig besluit, zoals ons hiermee overeenkom, om een heilige verbond voor ons en ons kinders te maken, wat ons met een plechtige eed bevestigt. Ruim 40 jaar geleden het ons vaders van die Kaapkolonie gevlug om een vrij en onafhankelijke volk te worden. Ons het Natal, die Oranje Vrijstaat en die Zuid-Afrikaanse Republiek gesticht. En driemaal het die Engelse regering ons vrijheid vertrapt. En ons vlag, wat ons vaders met al bloed en tranen gedoop het, in die grond gesleept. Zoals door een dief in die nacht is ons republiek van ons afgesteeld. Dit mag en kan ons niet doden. Het is die wil van God en die eis van ons eenheid met ons vaders en die liefde voor ons kinders, dat ons ongeschonden aan ons kinders die erfenis van hun vaders zal overhandigen. Het is met daar die doel dat ons hier vergader en mekaar als mannen en broers die rechterhand reik met die plechtige belofte om getrouw te blij aan ons volk en vaderland en om met ons oor op God gericht tot die dood toe saam te werk voor die vrijheid van ons republiek. Zo help ons die almachtige God. Tot president van een uitvoerende raad deze republiek, beloof en zweer ik plechtig dat ik mij zal gedragen overeenkomstig de grondwet deze republiek. En niets anders bedoel dan de bevordering van het geluk en welzijn van haar ingezetenen in het algemeen. Zeker, Paul, omdat jij tot president verkies is, het toestanden verbazend verbeter. Ons mensen is innig dankbaar voor wat jij voor ons gedoen hebt. O ja, zeker. U hebt die grootste deel van ons vrijheid erven door die Pretoria-conventie en nou weer door hier die nieuwe toegevings wat u in Londen verkrijgt. Dank u, bij vrienden, voor jullie woorden. Maar dat is die rechtvaardigheid van ons zaak wat zelfs in Engeland gezien wordt. Kom, drink nou eerst jelle koffie. Doe maar, Sina. Ons zal liever voor jou vergeten als die koffie. Graag, Jelps. Dank je. Zo, ja. Ik ben die bewijsstraak aan mijn vinger. Hier die ring is in Engeland gegrafeerd. En die er een van het laatste. Dank je. Zijn liberale volgelingen aan mij gegeven. Wat geweten, ons zaak is recht.
Dank je. Het jammer dat Gladstone al zijn meegevoel met ons verloren. Toen hij eerste minister van Engeland geworden. Nee, dank je. Jawel. Ons is daarom niet te slecht gevaar. Hoewel daar toestanden door Engeland op ons afgedwongen wordt, wat zwaar op partij van onze harten rust. Dank je. Maar president, wat bedoel u met zware toestanden? Kijk, ik zal maar zeggen. Voor partij mensen lijkt het dan zo. Met die annexatie heeft Engeland van onze pond gevat. Nou, met die Pretoriaanse conventie heeft ze 10 shillings aan ons teruggegeven. Nou, met die Londense conventie heeft ze weer 5 shillings teruggegeven. Ik is nou niet een schoolmeester, niet maar... Maar, president, dan schuldt zij ons maar nog 5 shillings af hoe? Ja, president. Dat is daarom nou voor jou slim gezegd. Als die heren willen, zullen we ons misschien die laatste paiement ook betalen. En ons moet proberen om niet ook jij die sloot te graven niet. En met ons buren mooi samen te leven. En met Engeland ook. Jouw bekommernis, mijn commandant, was niet onnodig. Nie. Eerst diamanten. En nou goud. Daar was groot macht en werking tegen ons Paul. Goedemorgen, Reitz. Goedemorgen, president. Hij doet iets meer uitgevonden. Ja, president. Die goudmijnen en die uitlanders laat ons mensen steeds onrustiger voelen. Ja, ik weet het. En ook dat die goudmijnen zijn groei en migratie zal het toenemen. En dat hier die nieuwe intrekkers vreemd en gevoelloos zal staan tegenover ons leefwijze. Zo voelen ons mensen ook, president. Meer nog, mijn vriend. Ook dat als die goudvelden zo rijk is zoals ze beweren, zal ons door hier die nieuwe zoekers naar makkelijke rijkdom ingeslukken door stroom worden. Goeiedag, president. Ons zal zien. Hoeveel geweren heeft de dokter Leeds? Goeiedag, Reitz. Omtrent 3000 tot op datum, president. En nog meer wordt dagelijks ingesmokkeld. Ingesmokkeld? Oh, nee. Hulle moet onthouden. Er is mannen wat de oorlog wen. En niet geweren zonder mannen niet. President, is die zaak nu misschien bij ernstiger als wat ons denkt niet? Ik geloof die meeste uitlanders het niet lust voor oproer niet, dokter Leeds. Die gouden kalf van die wijnvaatjes van Johannesburg is voor hulle van bij meer belang als bloedige gevechten. Nee, wat? Ik denk hulle zal liever hulle wijn laten vloeien als hulle bloed. En toch, president, is daar een wilde gerucht dat die reformers een opstand beplan. En baie van ons getrouwste burgers beginnen vragen wat u aan die toestand gaan doen. Oh. Opa, oom Kronie is hier om mijn pa te zien. Goedemorgen, president. Wel, commandant, goedemorgen. Lekker we iets op je hart hebben gemaakt. Ja, president. Iets ernstigs. Dr. Jameson heeft de Tjarnelandse grens oorgesteek en Transvaal met een gewapende macht binnengeroepen. Transvaal binnengevallen? Geen twijfel niet, president. Die wijncommissaris op Otto's hoop rapporteert dat 800 troepen van Rhodes' chartercompagnie in de richting van Johannesburg oprukken. U hebt zo pas gezegd, die mensen vragen wat ik ga doen. Aan hier die schandalige indringerij moet dadelijk een eind gemaakt worden. Commandant? Commandeer die burgers en vang die dokter Jameson. Uw bevel is duidelijk, president. En uw antwoord is net zo duidelijk, president. Kom, kerels, kom eens gaan stoep toe. Ja, nee. Daar, ja, strandtetier, zijn naal zal geknipt moeten worden. Ik denk ook zo, ja. Ik weet, ons burgers zal het plicht doen. Ik is zeker daarvan, president. Dag, commandant. Onthou, ik wil een rapport hebben over daar, dokter Jameson. Goed, president. Dag, tante Gesina. Tot ziens, Kette. Tot ziens, tante. Dag, tante Gesina. Tot ziens, Rijks. President. Vrouw, ik heb nog zo'n beetje werk om te gaan doen. Alma, wie is dokter Jameson? Gaan hij naar opa zijn maag, dokter? Nee, oma denkt opa gaan zijn maag voor hem, dokter. Is hij dan ziek, oma? Wie is hij, oma? Oh, je zal niet verstaan niet. Jameson is een handlanger van Rhodes. Rhodes? Wie is hij?
Maar oma heeft niet nou tijd niet. Oma, denk jij, vraag het aan de dag voor opa. Wat geweest? Nou, moet je praten. Nou ja, kom. Morgen, tante. Morgen. Tante, hij wil graag met die president over een kleine gekje praten. Oh. Is niet dat dag. Hij wil met die president praten. Nee, hij heeft gezegd... Maar ik neem aan, jij wil graag altijd weer met die president praten. Ja, dat is. Zet een ogenblikje, ik zal hem gaan roepen. Dank je. Is hij niet bezig, niet, tante? Hij is een beetje bezig, maar dit mag je zelf. Dank je, tante. Nee, nee, kerel. Wacht nou eerst. Jullie praat zo door elkaar. Dit leek of je zwijnen van die gaderene en jullie in gevaar het. Kom, vertel mij nou mooi wat die moeilijkheid is. Kijk, om Paul, kijk. Ons vader heeft voor ons daar die plaats nagelaten. Ja, dat is recht, om Paul. Zet, man. En nou moet daar die plaats tussen ons verdeeld worden. Ja, zit. Zoals ik die zaak verstaan, kan jullie twee broers niet besluiten hoe die plaats verdeeld moet worden. Is ik recht? Ja, oom, net zo. Je ziet, mijn jonger broer houdt vol dat hij... Ja, president. Die moeilijkheid is dat mijn ouder broer Anno om die beste grond voor hem te willen vatten. Als dit raad is wat jullie willen, kan ik helpen. Zit, kerel, zit. Jij, kerel, is die slimste van die twee broers. Jij moet die plaats in twee verdelen. Ja, president. Ik heb je maar eens gezegd. Jij, mijn vriend, moet eerst die kies. Dank je, president. Dag, meneer. Dag, president. Goeiedag, president. Een hoofdbezoeker uit Engeland. His Excellency the President. Dag, Fred. How do you do, sir? I'm honored to meet you. Ja, zit daar, Engelsman. Tell the President I'm a duke from England, come to pay my respects to him. Hertog uit Engeland, president, gekomen om hier een bezoek te brengen. Tell him I'm a member of the English Parliament. Hij is lid van het Engelse parlement. Oh. You might tell him I am a member of the House of Lords. A lord, you know. Hij is lid van die Hoge Raad. A lord, zei hij. Oh. It might interest the president to know that I was a viceroy. Die Duke Lord geeft voor, hij was een viceroy. Wat? Een viceroy? Wat voor een ding is dat? Oh, een viceroy is a sort of king, you know. Een viceroy is voor een soort koning, president. Zeg, jongens, man, ik was een schaapwachter. The president says he's been very pleased to have met you. Thank you very much, Mr. President. Yes, sir. Kijk, die zaak staat zo. Als onze Hoge Rechtshof Jemison en zijn handlangers moest veroordelen, zou ons geen andere keuze gehad hebben als die doodvonnis voor hulle niet. Maar dan zou ons van hulle martelaren in die oor van die Engelse volk gemaakt hebben. En dus hier die feit dat ons laat besluiten. Om niet zelf met hulle te handelen, niet, maar hulle aan Engeland voor verhoor uit te leveren. Nee, president. Als het aan mij mag was, zou ik hem nooit vrijgelaten. Jemison is maar die kleinvisie. Het is die grootvis wat ons bedoppelt. Ja, ik denk ik verstaan. Ja, nog meer. Ik ga Jemison Engeland toesturen met een geschenk. Een geschenk? Een geschenk? Ja, een geschenk met de angel. Hier die kaart. Hier heb ik met rooi ink. Die grijze van die republiek voor hem afgemerkt. Misschien herinner het hem om niet weer aan diezelfde truksvee te verstikken. Uw bedoeling is dus dat ons... Ja, als je een schildpad wil doodmaken,
moet je eerst wachten tot hij zijn kop uitsteekt. Jemmy zonde is niet die kop, niet. Die kop is Sizzel Rhodes. Kom, zit weer, meneer Rhodes. Nou ja, dit is mijn standpunt, meneer Rhodes. En niks wat u zei zal het veranderen. Maar, mijn lieve meneer Kruger, ik weet en respecteer jouw opinies. En hulle verschil op baie punten van mijne. Ons moet proberen om samen te werken, meneer Kruger. We should. Die Boeren en die Engelsen zullen vrienden worden in hier die land. Kijk, ik weet baie goed dat jouw republiek het een zeehaven baie nodig. Dank. Misschien kan jou helpen. Jij moet haar Delagoa Bay. Nee, meneer Rhodes. Die haven van Delagoa Bay behoort aan ons vrienden en buren, die Portugezen. En hulle zal hem nooit prijsgeven. Nooit prijsgeven? We must simply take it. Wat? Om wat, zei jij? Nee, meneer Rhodes. Ik kan niet zomaar andere mensen zijn eendom vatten. But, my dear president. Laat ons elkaar goed verstaan, meneer Rhodes. Als zou u Delagoa Bay annexeren en hem aan mij aanbiedt, wil ik daar geen bloot uit mee te doen hebben. Goeiedag, meneer Rhodes. Net een ogenblik, president. Ons alle twee werkt toch voor diezelfde ideal. Een groot Verenigde Zuid-Afrika. Met één verschil. Jij begeert een Zuid-Afrika onder die Britse vlag. En ik wil een onafhankelijke Zuid-Afrika hebben. En nog een rooi nek. Ik wonder wat denk ik. Het is genoeg om enige mensen een galaanval te geven. Allerhande. Oh, wat is verkeerd? Je hebt nog nooit zo kwaad gelijk, niet? Daar die Rhodes. Hij is net sepston. Hij denkt ik hem maar net vat wat hij wil hebben. En baasspelerig over elk instap wat in zijn pad is. Denk die vent ik het geen beginsels niet? Je hebt nog altijd bij je beginsels gestaan, Paul. En zal altijd. Ik probeer maar net om mijn God te gehoorzaam. Wat is de Rhodesse God Monrek? Mag. Mag, mag. Het is niet al genoeg, niet? Ik weet wat hij wil, hè. Hij wil mijn land, hè. Mijn land met zijn goud. Zie nou, mijn vrouw. Ons twee is niet meer kinders, niet. Ons heeft al bije moeilijkheden gehad. Maar daar broei bije meer moeilijkheden. Oh ja, Delagoa Bay, hè? Goed bij je, dank je. Ja, reeds. Als daar die Sizzel Rhodes met iets gemoeid is, dan stinkt het naar goed. Geloof je dat werkelijk, president? Man, ik geloof het niet net, niet? Ik weet het al. 50 jaar geleden. Daar is goud en diamanten in jullie land. En misschien nog andere edelmetalen ook. Ja, reeds. Lang geleden, toen ik nog klein was, heb ik een rivierse zandbedding nabij Johannesburg goud gevonden en dit naar mijn vader toegebracht. Ja. Mijn vader heeft mij belet om van die goud te praten. En mijn vader heeft geweten hoe kom. Nou is die goud gevonden. En ons zien wat mijn vader geweten heeft. Moeilijkheden en zwaar tijden leveren onze land voor. Want ander wil die mammon ook hij. Maar die Heere zal ons weer helpen. Nou ja, ik zal maar gaan rijden. Het is zeker altijd voor die trein om te vertrekken. Daar zit koekjes in voor jou, Paul. Speciaal voor jou gebakken. Dank u, vrouw. Jij denk ook altijd aan alles. Tot ziens, vrouw. Dag. Dag, vader. Tot ziens, mijn kind.
Mooi kijk dan, moeder, hoor. Voorspoedige reis, Paul, en beste wensen voor die conferentie. Dank u, mevrouw. Goeie reis, vader. Tot ziens, mevrouw. Jullie twee ouders moeten nog maar mooi blijven, hoor. Met Noor. Ik zie donkere dagen voor ons. Ja, nee, ik stem samen. Ons durf hier in inmenging van Engeland en ons huishoudelijke zaken niet langer dood niet. Wel, ik voorzien dat ons vier ongerichte zaken niet zo gaan. Het seems very clear, dat is een beetje vervelend. Wat is your opinion, Sir Alfred? You mustn't give up. Very great deal hangs in the balance. Before in South Africa would be a costly, exceedingly difficult campaign. I quite agree. They're waiting for us. Must prepare enough. Zij excellentie moet goed begrijpen dat ik niet van Pretoria af naar jullie conferentie op Bloemfontein gekomen om te kon toestemmen dat mijn land aan vreemdelingen overgegeven wordt niet. Ik verstaan dus van u, meneer Mulder, dat daar niks verder aan die zaak te doen is niet. I regret that our discussion should result in no agreement on the subject. But I must protest against his honor's repeated assertions that my proposals amount to his giving over his land to strangers. It is not my intention, nor is such a result likely to be produced by anything I have suggested. Als zijn excellentie wil hij dat ik verplicht moet wees om raad aan te nemen van enige iemand wat niks met die regering van die staat te doen heeft niet. Wie is het dan wat regeert? Why not have an advising council? To be made up of those who are not burgers of the state, but who represent the interests of the Uitlander community. Hoe kan vreemdelingen mijn land regeren? Hoe kan het moeilijk wees? My plan does not affect the government of the state. Het is nou hoog tijd dat ons rechtuit zal praten. Hoop met die omnibosspringerij. Het is die stemrecht wat je wil hebben. Het is mijn land wat je wil hebben. Mijn land wat je wil hebben. Om die goud van Transvaal te krijgen. I warn you. Her Majesty's troops are stationed on the borders of the Transvaal. Ja. Ik weet wat voor ons voor die deur staat. Dan ging ik het geslaagd. Denk je, ik het niet geweet, dat hier die oomlijk eendag zou komen niet. Maar nu die oomlijk toch gekomen. Ik zal mijn volk in hier die strijd leiden. Die republiek zal vechten voor zijn onafhankelijkheid. En elke burger zal een held wees. Zo help ons God.
And now, Stormberg. The situation is extremely serious, Sir Ruffin. Disastrous. And because of this, our military plans have suffered an important strategic setback. Let me show you, Sir Ruffin. Generaal Louis Botha, het goed gevaar. Zonder goed gevaar, president. Ja, nee, de wet. Aan moeten de burgers niet ontbreekt. Nie. Die Rooinekker is op de vlucht. Als ons Ladysmith verover en Kimberley tot oorgave dwingen, dan vangen we ons groot. Kijk, de wet. Als onze 150.000 geoefende burgers op commando gehad het, een plek van 40.000 afgematte, oorwerkte vechters, dan... Geen die bevel, president. Rug uw persoonlijke oproep aan uw volk. Doen persoonlijke oproep op uw volk. En elke burger van Zambesi tot bij Tafelberg zal zoals één man in die vervloekte rooinekken opstaan. Ons mensen zal die Engelsen niet zeer smijten. Als het u is, waar ik tegen gee. Die val van Ladysmith en Kimberley zal daarvoor die teken is. Slechte nieuws, president. Ja, dokter Heymans. Wat is die nieuws? Kimberley is door generaal French ontzet. Dan is Rhodes vrij. Ja, president. En commandant-generaal Piet Cronier is omsingeld bij Paardenberg. Waar Lord Kitchener's artillerie om genadeloos bij Moddervier bombardeert. Kimberley ontzet. Cronier omsingeld. Kitchener. Die man van Omdurman. Wat ga jij doen, Paul? Doen, ik ga bid. Advance and get the password. Bridge. Password. Our blockhouses and barbed wire will be tight drawn from here to here, and from here to that point there. Now, gentlemen, if you'll come over to this table and have an inspection of this map, the enemy are here, or mostly, so we believe. Have you got that, gentlemen? Yes, that's quite clear. According to our latest dispatches, this will be the target. You follow me, gentlemen? Right. This will be the new focal point. Good evening. Evening, sir. It is clear that we'll have to develop a new strategy to combat this enemy. Ramble on horseback, sir. Fighters on horseback. We must not underestimate them again. They're not an army. They slip away in twos and threes like grains of sand through a sieve. A week later, they regroup 100 miles away. Let them. Within our lines of blockhouses and barbed wire, there will be no supplies. Every farm, every tree is a storehouse. The veld blossoms with food and bullets. We caught a girl with a half a dozen, like this. Seems to me we're not fighting a disciplined enemy anymore. We're dealing with women. Nona, very good basis nog baie basquet ook. Zoek zo lang grootjes uit, Amina. Ja, goed, mijn nonna. Wat op aarde kan dit nou wees, opa? Niet zo geheimzinnig niet, opa. Je zei nou wat het is. Als het nou maar Jubasse daar was, ja. Hij dan zou ik zelf kon gaan vechten. Hier is al 100 mozenpatronen wat je kan samensturen. Wees toch bij voorzichtig daarmee, mijn kind. Bij voorzichtig. Doe maar, opa. Ik zal dan.
Lieve pa, ik heb al zo groot geworden en wil graag samen met pa gaan vechten, pa. Pa moet mij komen halen, alsjeblieft. Witlies het gekalf, dus hy verskalf. Pa moet nou nie vergeet nie, pa. Gauw! Gauw! Sorry, wat gaan aan? Engelse spioenen, steek weg! Ek neem hier die pa in die teerkloofse boom. Piet, wacht daar. Ek rijd hier die bootskloof lang. Ja, goed. Maak of opa lees. Ayamina, hou aan met aardappelskil en jy weet van niks. Sorry, lady. I've orders to search this house for parcels. Parcels? What's a parcels? I believe you know full well what parcels I'm talking about. Well, madam, maybe next time. Jammer, meneer, maar de goeders wat u zoekt moet maar zeker in een ander huis wees. Mina? Opa? Hij is weg. Zo'n windbroek. Zo, ja, Omina, nou is die aardappels toch ook geskild. Jij kan nou maar opstaan. Au, 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 Nonna. Nonna. Ja, Omina, die vader was baie goed. Toe jou ou lichaam soos die berg Ararat gebouw het. Waar heb je zo lang gebleven, Saartje? Lieve landpiet, die soldaten is bezig om die huis te omsingelen. Ik moest jagen zoals die duivel. Ik heb de groot draai geruim en niet in die kakjes vastdraai nie. Knap gedaan, Saartje. Maar ons zal nou maar eerst hier zo'n twee voeltjes moeten wachten tot
totdat hulle voorbij gereden. Hier kan ons wegkrijgen. Ja, ons kan. Jij kan mij zo lang vertellen hoe het op commando gaat. Op commando gaat het niet zo goed zoals nou niet. Maar dat is zo uit. Die president is op die ogenblik bij ons laar. Piet, rechter. Ach, nu lijkt hij voor jou. Hoe gaat het met hem, Paul? Onder omstandigheden lijkt hij goed, Saarkie. Maar zoals je weet, is hij niet meer de jonge held van Makapanse grot. Die president is oud. Maar hij blijft nog dapper en wonderlijk. Dierbaar oom Paul. Ja, ons president heeft gevraagd dat je hier die boodschap aan die vrouwen moet geven. Zolang die vrouwen en kinders samenvecht, zal die burgers van die republiek nooit ingeen. Sefrom, ons zal weg, Piet. Ons zal weg. Goed, Sarkie. Daar komen hulle. Dan moet je nou alsjeblieft zacht praten. Oh, met plezier. Maar jij zal mij niet horen als ik zo ver zit. Oh, Piet. Er is nooit tijd voor zulke dingen niet. Doe maar, Sarkie. Kijk, daar rij je helemaal vast niet slaap naar die oorkant toe. Dan moet het nou dadelijk. Nee, pas op nou. Hulle kan al schielijk omdraaien. Ik moet dadelijk klaar doen. Maar zeg eerst voor mij, Sarkie. Zal jij voor mij wachten? Zal jij? Ik heb je misschien maar beloofd. Maar het is zo heerlijk om het nogmaals te horen. Ja, ik zal. Tot die einde, Piet. Alles recht. Piet heeft die pakjes en die president heeft de boodschap gestuurd. Oh, heeft die kakjes iets gekregen? Nee, mijn kind. Kom, drink eerst een beetje koffie. Dank je, opa. Laat staan nou maar een vinyl haal voor alsjeblieft nog vier maak goed. Sorry, kijk. Ik is nou oud genoeg. Ik heb ook een baard. Net zoals oom Paul. Nou kan ik ook samen met vader gaan vechten. Nee, alle masker. Nou moet je eerst gaan slaap, klein grootman. Liever eerst slaap, doe nou. Oorlog is niet mooi, nie. Thank you.
koffie, suiker, vultong, 20 mosterpatronen van Marie Oosthuizense Plaza. Zij rapporteert dat de kaki-patrolie van 100 man gister oostwaarts gereed. Die vrouwen zijn ons oeën en oeren. Hier die pakjes is onze behoud. Daar zonder ze ons niet een maand langer kon uitdoen. Hulle zal ons nooit in die steek laten. Hulle zal samen vechten tot die einde. Belangrijke nieuws, commandant. Anders Koeman zei 1500 rooie nekken bewegen in de richting van hierdie kloof. Omtrent 2 dagen daar die vandaan. Laat hulle maar rust vannacht. Hulle is kapot. Morgen zal daar genoeg tijd wees om die Engelsen te verwillen. Wat nog, commandant? Die commandant-generaal zei die toestand is ernstig. Wat heeft verkeerd gegaan? Wat? Net tussen ons en die Portugese grens gezegd. Die Engelse het een sterk bereden macht. Is ons omsingel? Nog niet, president. Ons moet geloof hebben, commandant. Ons moet geloof hebben. En ons plicht doen. Ja. Koffie, Paul? Ja, vrouw, alsjeblieft. Lekker sterk koffie. Goed, man. Alida brengt toch voor ons die suiker en die melk? Goed, moeder. Die zoetkoekjes is op die kast. Ja. Ja, dokter Eemans. President, laat mij toe om mijn Engelse afgevaardigde aan u voor te stellen. Hij kan nogal een beetje Afrikaans praten. Onze achterpresident, tante Gesina, mevrouw Melang. President, de koningin zijn afgevaardigde. Dag, meneer. Ik is vereerd om u te ontmoeten, meneer president. En ik is speciaal vereerd u te ontmoeten, madame. Dank u, meneer. Zet alsjeblieft. Dank u, madame. Ik vertrouw dat u voelt zo goed net zo lek. Dank u. En wat heeft u ermee te zeggen? Ik was gevangen door uw machten, meneer president. En ik was geloos op parool. Waarvoor ik is bij dankbaar. En het was mijn suggestie dat misschien u met mij een boodschap zou sturen aan mijn commander-in-chief. Een boodschap? Met wat te doen? Ik had gedacht dat misschien wens u om te red hier die mooie hoofdstad van bombardeerderij. U kan aan uw hoofdbevelvoerder zeggen dat ik dit waardeer, dat u uw plicht gedoen hebt. Maar als ons met hem wil onderhandelen, zal mijn generaals die zaak behartigen. Ik verstaan, meneer. Madam. Meneer, voor u gaan moet u eerst van mijn vrouw zijn koffie en koekjes komen proeven. Of drink u liever thee? Ik ben delighted, sir. Met plezier. Het is wonderful, ik is vertel. Kom, zet aan, gezien, ja. Oh, dank u. Dank u. Dank u, meneer. Dank u, Jan. Hier, daar is een kopje thee voor u, meneer. Ik wens alle krijgsmannen maar zoals u, meneer. Ja, ja, meneer president. Brandt aan Tresina altijd die koffie zelf? Ja, ik brand maar altijd mijn koffie zelf. Dit komt volgens plaats af en rusten door ze weg. Delicious. Heel lekker. Nog één? Ah, thank you, nee, young lady. Ik heb genoeg gehad, dank je. Ik is jammer dat tijd die dit te laat, meneer. Alida.
officier op parole moet blijven zijn instructies. En mijn train rij een half uur. Waarom zo haastig? Waarlijk, madame. Uw koffie en cookies is werd om de harde oorlog te houden. Als hij weer hierna bij rond is, kom, ga niet dan maar weer daarvan. Tot ziens, madame. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens, Ja, madame. Die commandant-generaal zal een speciale wapenstilstand reel voor uw volgende koffie voor deze. Ja, je vader toch zeggen. Wel, nu weet ons met zekerheid dat die Engelse alvernuggen naar Pretoria's kant te beginnen opruk. Ja, die toestand wordt beslist gevaarlijk. Die hoofdmacht moet omtrent hier wees. Is je zeker daarvan? Dat is nou net een kwestie van tijd, president. Voor drie Engelsen die in boeren dus nog altijd kans gezien, president. Maar die oormacht wordt nou te groot. Ja, Smuts. Maar zolang is onze man met een geweer in die hand het... Gewis, ja. Maar die president van de republiek mag niet gevangen genomen worden. Die leeuw van die Transvaal moet eind uit brul. Wat bedoel je? Die regering moet oostwaarts verschuift worden. Naar veiligheid. Naar Barberton of Komatipoort. Wat? Daar gaat loop voor die Engelsen. Bosveld toe. Niet dit, nee, president, maar ons moet de plek bij de bereik van die vijand kies. Zodat ons vandaar die oorlog kan voortzetten. En u, president? Ik? Ja, wat van mij? President, ons geloof en al uw generaal stemt samen dat u naar Europa toe moet gaan om hulp te gaan zoeken voor uw republiekse zaak. Nee. Oh, nee. Ik kan mijn volk in zijn hoogste nood nooit in die steek laten. Maar zoals die toestand nou is, is dit juist die plicht tegenover die volk, president. En die nieuwe plan van Lord Roberts om ons vrouwen en kinders in kampen samen te hok, zal wel zwaar in die vijandse naam tellen, maar zal ons nogthans een harde slag toedien. U kan helpen door te gaan, president. Mijn plicht voor ons volk. En meer nog, voor die vrijheid van onze republiek. Voor vrijheid? Ja. Eenmaal zal die vrijheid nog voor Afrika reis. Zoals die zon uit die morgen wolken. Mijn vrienden, God regeert. Wat ook al mag gebeuren, u moet altijd ons volk leren om uit die verleden te nemen alles wat schoon en edel is en om de toekomst daarop voort te bouwen. Die president draagt altijd zijn sokjes een dag te lang. Nog niks verbeterd sinds ons trouwdag niet. Eerder anders. Maar moeder, een sokje stopt dan niet ons vrouw mensen ze voorrecht in die leven. Nie? Voel me dus slecht. Moeder, zal ik gewoon voor vader gaan op? Hij behoort te weten hoe slecht moeder zijn toestand werkelijk is. Al is dat niet. Je vader moet hier niks van weten. Nie. Beloof mij, je zal hem nooit vertellen hoe ziek ik is. Nie. Maar moeder, hij behoort te weten hoe hij langer voor hem wegsteekt. Beloven. In hierdie tijd mag ons niet toelaat dat ons nietige oosaakjes inbreuk maak op die welstand van die burgers van die republiek. Beloven. Zij voor mij, dokter Eemans. Wie het dan gezien al van die besluit dat ik Europa toe zal gaan? Nee, president. Nog niet. Dank God. Het is niet de eerste keer wat jullie zaak ter sprake komt, niet. Maar elke keer als... Nou goed, generaals. Ik zal mijn plicht doen. End uit. Tot hiertoe het ik probeer om in mijn leven mijn plicht te doen tegenover drie liefdes. Mijn liefde tot God,
Mijn liefde voor mijn land en volk. En mijn liefde tegenover mijn huisgezin. En daarom... Die volk weet dat hij in jullie liefdes altijd getrouw was, president. Dank u de wet. Vrienden, ik zal ook aan jullie wijs voldoen. En naar Europa vertrek, zodra alles gereed is. Jullie is ook recht. Die regering moet verschuiven worden. Maar vergun mij net hier één ding. Ja, president. Ik wil hier die laatste dag alleen hier wees. Alleen met mijn schepper en met haar. Maar natuurlijk, president. Ons begrip. Natuurlijk. Zeg mij, Mans. Ja, president. Vertel mij zonder doekjes omdraai. Wat is haar toestand? Tante Gesina's hart is bijna zwak. En om haar in zo'n toestand hier weg te nemen, mag haar dood betekenen. Ik is jammer. In de psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niet ontvlieden. Hij doet mijn nederliggen een grazige weiden. Hij voert mij zachten aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams ontwil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. De Heere is mijn herder. O grote herder, gij zijt ook mijn herder. En ook mij zal niets ontbreken. Breidt gij uw vaderhanden over ons allen uit en voer ons langs uw stille wateren. En verkwikt gij onze zielen, gij, en gij alleen weet wat ons nog te wachten staat. Wat gij in uw eeuwige raad over ons besloten hebt. Ja, Paul. Ons leren is vol herinneringen. Ja, herinneringen. Ik denk vanmorgen aan die dag, toen ik altijd op commando gegaan had. En ik gewacht het voor jou. En nou als president, ga ik nog altijd weg. En ik kom weer terug. Nee, Sina. Natuurlijk, mijn man. Ik zal altijd weer terugkomen. Nee, Sina.
Paul. Wat is het wat jij mij wil vertellen? In die 60 jaar dat ik jou zoals mijn eigen ziel leer ken. Wat herinner je mij, man? Sina, ik ga weer weg. Ik moet weer Europa toe gaan. Ik heb het geweten. Ik heb het geweten, het zal gebeuren. Die regering wordt ook dadelijk verschuift, Sina. Zal je niet maar samen gaan, niet? Pauli, ik blij. Die kinders. Ach, jij weet mij, oma. Sina, mijn vrouw. Ons zien mekaar misschien nooit weer. Ik weet. Ik zal maar weer voor jou wachten, zoals ik nog altijd gewacht. God, ze wie is onnaspeurlijk. Ons het bij je om voor dankbaar te wezen. Sina, mijn vrouw. Als ik in die vreemde zou te sterven kom, en jij nu ook transvaal, weet dan, dit is niet belangrijk. Ons volk en die vuurkleur zal nooit sterven. En die wereld kan ons twee niet werkelijk schijnen. Ons zal altijd één blij. God zal met ons wezen en met ons volk.